Deze highlights worden u aangeboden door Heineken. En PlayStation. UEFA Champions League sponsors. Spel aangegeven. Van Sutorbin moet dat dan geweest zijn. Ja. Maar ze komen er op die kant te gemakkelijk, door. Gemakkelijk. Het is niet de eerste keer. Nee. En Sutorbin komt heel erg graag. En de ketelaar heeft lang gevonden. Rika kan meegeven. Dat doet hij. Ja, daar staat natuurlijk niemand, maar de ketelaar voor de goal. En 1-0 voor Club Brugge, Charles de Ketelaere. De man van de winning goal in Zenit doet het hier ook. Hij stond op de goede plek, niet geaarzeld. En zo werd een heel slechte voorzet. Dat toch nog ideaal met matig verdedigen bij Zenit. En Club Brugge in het slotkwartier van de eerste helft. Op voorsprong 1-0, Charles de Ketelaere. En Van Aken. Oh. Kopbalkans voor Hans van Aken. Lang met een versnelling. En ik zou zeggen, eerst nog lang volgen. Ja, niet onaardig dat schot. En Kerzakov heeft toch twee beurten nodig om hem te klemmen. Goede beweging van Noah Lang, zoals hij dat graag doet. Daar is Simos de Vooy. Met wat meeval de bal bij Malcolm. Glijdt voorbij Kossounou. Legt hem aan de buitenkant. En de voorzet. Oh, de goal! Ja, daar duikt Mignolet op. Maar vrij trap tegen. Tegen Zenit. Ja, dat valt reuze mee. Uit de handige trap dan van. Ja, hij had het niet vast. Het was wegduiken. Leek het mij. We gaan eens kijken. Toch. Het valt mee. Bij zijn 8e deelname aan de Champions League zou Club Brugge toch voor de 7e keer al minimaal 3e kunnen zijn. Dus dat is wel heel erg goed gedaan. Alleen willen ze graag dat extra stapje. De Ketelaere krijgt een vrije trap mee. Net buiten de 16, of is het een penalty? Het is een penalty. Ola. Ja, het is een penalty. De Ketelaere werd aangetrapt door deze man, Kuzayev. Van Aken. Ja, netjes hoor. 2-0. Kerzakov de verkeerde kant uitgestuurd. En Club Brugge met een zeer, zeer, zeer comfortabel Europa League kussen. Volgende week wellicht naar Rome om er te duelleren voor meer dan Europa League. Het is het moment voor jongens die zich willen tonen. Met een doelpuntje of zo in de Champions League. Vormer. Aan de buitenkant Dennis. Dat is de man die daaraan denkt natuurlijk. Overstapjes. Vormer van Aken. En niet tussen de palen. Vormer pikt de bal op en vindt aan de buitenkant Dennis. Nog maar een keer proberen. Goeie voorzet. Lang en mooie goal. Hij pikt ook zijn doelpuntje mee in de Champions League. Noah Lang. En hij is er blij mee. Hij heeft de camera gevonden. En 3-0 voor Club Brugge. Als er dan een keer gewonnen wordt thuis in de Champions League voor het eerst in 15 jaar, dan mag het wel met een klinkende score zijn. En zo heeft Dennis toch ook al zijn werk gedaan. Want dit was een goede beweging en netjes afgewerkt. Sprintje nog van Sutormin. Die is blijven proberen. Oh, die mag heel ver komen. Sutormin. Oh, die laten ze zomaar lopen. En het zit Club Brugge wel mee vandaag. Hij knalt hem tegen de lat.
Alexei Sutormin. Ja, iedereen keek een andere kant uit. En het was een geweldige vlam. Dat is mooi aangenomen van Dennis. En hij had kunnen spelen naar Okereke. Iets te veel tijd nodig. Recuperatie is goed van Sobol. En Okereke legt hem er maar net naast. Deze highlights werden u aangeboden door Heineken. En PlayStation. UEFA Champions League sponsors.